Yo gasten, Gamebo's hier, welkom bij weer een keertje een Fortnite Battle Royale video. Vandaag ga ik strijden in Fortnite en dat doe ik in squads. Ik ga solo in squads helemaal iedereen kapot maken. In ieder geval, dat is de bedoeling. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Het gaat in ieder geval sowieso ziek lastig worden. Want er waren weer allemaal comments, want ik had aan jullie gevraagd of jullie mij een noob vonden of ondertussen al iets beter dan een noob. De meeste comments waren daarmee één. Bijvoorbeeld Real Macy zei, je bent geen noob, maar je bent meer een beginner, zeg maar. Maar er waren ook mensen die zeiden een hele andere dingen, zoals Stan die zei, ik vind dat je jezelf mag degraderen naar slechtste speler op console. Dus ja, lager dan dat kan je niet degraderen. Maar voor de mensen die zeggen dat ik slecht ben, ga ik vandaag solo squads doen. Ik zie altijd van die ziek goede Fortnite YouTubers dat doen. En die killen echt iedereen. Zoals hier, dan heb je hier, ik heb een screenshotje gemaakt van een paar video's. In ieder geval, die hebben dus over de 30 kills en dat is super lijp. En ik ga proberen om in ieder geval boven de 3 kills te krijgen. Dat is ook heel ziek voor mij als dat gaat lukken. Maar waarschijnlijk gaat het super slecht. Maar ik heb het nog nooit gedaan, dus we gaan er vandaag achter komen. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal dat duimpje omhoog. 1000 likes zou super nice zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Maar ja, we moeten eerst wel even een match vinden, want anders gaat het natuurlijk ook niet lukken. Oké, we hebben een potje gevonden. We gaan echt precies over Tilted heen. Dus ik ga gewoon naar Tilted. Ziekelijk druk. Waarschijnlijk wordt ik vierkant ingemaakt. Ik heb geen idee of dit een goed idee is. Ik heb het ook wel eens op mijn mobiel gedaan. En toen lukte het nog best wel redelijk. Maar op console ben ik natuurlijk wel een stuk minder goed als op mijn mobieltje. Dus ik denk dat dit verdomd lastig gaat worden. Maar we zullen zien. Ik heb trouwens weer eens een keertje een andere skin aangetrokken. Een andere ding. Maar oh joh. Check hoeveel mensen hier zijn. Zeg lijp. Waar zal ik heen gaan? Ik ga hier wel heen. Ben ik de enigste? Daar vliegt ook iemand anders. Ik wil hier eerder. Come on, come on. Yes. Waar is die kerel heen? Volgens mij is die weg. Nou, ik ga hier even een gat door het dak maken. Is hier beneden iemand? Volgens mij niet. Er wordt achter mij wel geschoten. Ik laat het maar mooi even voor wat het is. Ik zag hier boven in ieder geval nog een kist liggen. Dan ga ik die eens even openen. Hier, deze kist. Ik ga proberen zonder te bouwen erheen. Yes, dat ging eigenlijk vrij easy. Dat wapen wil ik trouwens ook mee. Wat voor wapen is dit trouwens? Oh, dus gewoon zo'n wapen of zo. Nou, prima. Ik zal even mijn shotgun pakken en dan gaan we gewoon op pad. Wat is dit trouwens? Huh? Is dit iets nieuws? Volgens mij kan je dan ergens van afspringen, lijkt mij. En dan gewoon daarmee een soort van parachute gebruiken. Oh ja, dat is wel ziek. Ik hoor trouwens dat hier onder nog een kist ligt. Dan gaan we die ook even openen. Wat ligt hier? Dit is ook wel een chill wapen. Oh, wacht. Volgens mij hoor ik iets. Ja, er loopt hier ergens iemand. Is die... Ja. Oh, snap! Oh joh, best wel zieke wapens. Ik heb gewoon even een kill te pakken. Dat is een prima begin. Wat zou ik nog meer meenemen? Dit is in principe wel prima. Ik kreeg trouwens ook een comment van mensen die zeiden dat ik mijn wapens iets meer op volgorde moest leggen. Ik weet trouwens niet of ik ze zo goed doe. Ik doe het zo, zeg maar. Dan kan ik het, zeg maar, van links naar rechts. Zo doe ik het altijd. Ja, dan vind ik het nu wel best geweest hier. Dan gaan we verder. Jongen, ik zei toch, ik ben ziek pro. Ik own iedereen. Nou, ik heb tot nu toe één iemand geowned. Het zal wel baas zijn als ik nog meer mensen weet te ownen. We gaan even kijken... Of hier toevallig ergens iemand zit. En volgens mij is het trouwens weer een update geweest in Fortnite. Want ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit eerder heb gezien. Maar geen idee of dat ook het geval is. Ja, er wordt hier ergens gelopen. Oké, we gaan eventjes omhoog. Ah! Nou, oké, dat was het potje. Oh shit, oké. Kijk, op het moment dat ik wil gaan bouwen en doen, dan moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Dan ben ik gewoon nog niet goed genoeg. Oké, we gaan nog een keer proberen. Gewoon nog een keer proberen. Niet meteen opgeven. Ik had in ieder geval een kill, dus dat was mooi, maar ik wil meer dan dit. Oké, let's go. We gaan nu wel even ergens anders heen dan Tilted Towers. Ik ga nu naar Dusty. Dusty, dat is gewoon de plek. Het gaat best wel prima. En de vorige video ging daar volgens mij ook heen. En toen werd ik gewoon tweede. Toen had ik echt bijna mijn eerste victory gehaald. Op console. Ja, dus ik vind Dusty gewoon een chille plek. Op de een of andere manier gaat het meestal wel lekker als ik daarheen ga. Dus ik hoop dat Dusty mij nu niet in de steek laat. En ik hoop dat ik wel wat kills kan maken. Nou oké, ik ben dus duidelijk niet de enigste die naar Dusty gaat. Dus ik zie dat er best wel wat meer heen gaan. Maar ik ben denk ik wel een van de eerste die er landt. Dus dat is op zich wel chill. Dus ik hoop dat hier een kistje ligt. En die ligt er ook. Oké, nice. Dan kunnen we meteen een wapen krijgen. En oeh, dit is wel een chill begin. Ik zal hem meteen even innemen. Dan heb ik meteen 100 shield. Dat is wel chill. En daarna gaan we op zoek naar tegenstanders. 2,
1 en yes, dan kunnen we nu verder. Joehoe, waar is iedereen? Hier ligt trouwens ook nog een kist. Dat is ook wel nice. Dit wapen is trouwens net iets chiller. Als je iemand voor dichtbij tegenkomt, dan is dit wapen net wat beter. Oh, ik dacht dat ik net allemaal mensen hierheen zag gaan, maar... Oh, toch wel. Wow. Hoppatee, nice. Oké, okay, dat deed diegene ook niet heel goed. Ik ook niet, maar toch heb ik het duel gewonnen. En heb ik nu mijn eerste kill te pakken. Nou, ja, dat was de enigste industrie volgens mij. Ik heb nu een rondje gelopen, ik ben niemand tegengekomen. Dat is wel op zich wel dikke prima. Dat betekent dat als er hier nog ergens wat ligt, dat ik dat allemaal lekker zelf kan leegroven. Nog wat bandages, lekker ammo erbij pakken. Altijd chill meegenomen natuurlijk. Oh, en ik kan trouwens hier wat van die paddenstoelen eten. Zodat ik ook weer 100 shield heb. Nou, prima begin van dit potje toch, weet je? Het gaat redelijk. Ik vind het alleen wel een beetje debiel. Ik doe dus squads, maar ik ben tot nu toe eigenlijk alleen maar solo spelers tegengekomen. Of hun hele team was al uitgemoord, maar dat lijkt me wel heel snel dat dat is gebeurd. Dus ik heb geen idee. Misschien heb ik gewoon echt pure mazzel met de tegenstanders die ik tegenkom. Zag ik hier nog wat liggen? Nee, niet echt. Weet je wat, we gaan hier wel nu even naar boven. Ik heb hier wel genoeg gezien. Even kijken of daar toevallig nog wat ligt. En dan gaan we kijken of daarboven nog wat mensen tegenkomen. Want om de hele tijd een beetje defense te spelen is natuurlijk ook niet leuk. Oké, we zijn ondertussen boven. Ik zie dat er wel al gebouwd is. Ja, er loopt hier ook ergens iemand. Daar is hij. Oké, ik zal even mijn shotgun erbij pakken. Hij zit hier dus boven. Ik ga eventjes weg, Hietje. Ik ga even weg. Ik ga eventjes op een andere manier proberen. Gaan we hier gewoon omhoog bouwen. Oh, hij zit nu daar. Oh, sick. Ik moet even beter richten. Ah, what the fuck. Oké, dat richt, jongen. Oh, dat was zo slecht. Ik had helemaal niet meer door waar die was. En ik zat zo met die controllers. Holy shit, ik ging echt alle kanten over. Oké, dat ging niet al te best. We gaan het nog een keer proberen. Holy shit, man. Oh, dit is echt fucked up. Oeh, let's go. Oh, ik wou eigenlijk naar Tilted Towers gaan. Ik ben een beetje aan de late kant. Oeh, ik zat een beetje niet op te letten. Ik vind het trouwens wel mooi het verschil, zeg maar, tussen mij en al die echte pro-Fortnite spelers. Weet je, ik ben echt toch eigenlijk best wel slecht. En al die pro's die hadden dan in solo squad zeg 30 kills en zo. En ik zit hier een beetje te spelen en heb nu 2 keer 1 kill gehaald. Het contrast is zo ontiegelijk groot. We gaan hierheen. In ieder geval, ik denk dat dat wel slim is. Ik zie in ieder geval 2 wapens liggen. En waar is die andere? Oh, volgens mij is hier iemand beneden of zo. Dus even hier dit gaan kapot maken, dit dak. En dan gaan we daar zo heen. Ja, er is hier al iemand. Geen idee waar die nu is. Daar. Oh, lekker hoor. Gaan we gewoon killen. Kom op. Ja, oké. Okay. Die heb ik gekillt. Dat is 1 kill. Ik zal even die shotgun pakken. Dat is op zich wel chill. Dat is natuurlijk wel chill als je hier iemand tegenkomt dat je even een blauwe pump hebt. Dus dat is nice. Dit is de eerste kill die ik heb gemaakt. Terwijl dat die nog een teamgenoot ergens in de buurt had lopen. Die andere kerels, die had ik gewoon helemaal gekillt. En toen waren ze zeg maar meteen dood. Deze moest ik nog een paar schoten erna doen. Oeh, nice. En een shield kan ik op zich ook wel gebruiken. Dus die gaan we dan ook even innemen. En dan gaan we verder. En dan gaan we kijken of ik dit potje dan een keertje de 2 kills kan halen. Er wordt echt ergens volop geschoten. Ik heb alleen niet echt een idee waar... Oh, what the fuck? Oké, what the fuck. Oké, ik ga weg hier. Oh, shit. Oké, ja, ik wou naar binnen rennen, maar dat was misschien niet heel slim. Oké, ik ben alweer dood. Shit. Oh, play 6... Oh ja, 26. Ik dacht, dan ben ik 26 geworden. Maar dit is natuurlijk met squads. Dat reken ze anders. We gaan nog 1 of 2 laatste keren spelen. En dan hoop ik dat ik dan in ieder geval de 2 keer nog een kills een dag kan halen. Maar dit is zo verdomd lastig, jongen. Dit is dan echt veel lastiger als solo's. Wat ook wel logisch is, natuurlijk. Wow, ik ben nu trouwens een Tire Pass level up. Ik heb een hamster gekregen als backpack. En nog een hoed. Oh nee, gewoon deze hele karakter. Oké, ik vind het wel lachen. Weet je wat, ik ga die hamster wel even doen als backpack. Ik vind het toch wel grappig, zo'n beestje op de rug. Waar staat die dan? Ik heb hier ook die hond, maar ik vind de hamster bazer. Ja, dan gaan we gewoon even zo, gaan we zo spelen. Ziet er wel baas uit. Kijken of we nu even wat meer geluk hebben. Misschien brengt de hamster wel ziek veel geluk. Wie weet, ik had de vorige keer echt ziek veel luck, de vorige video. Dus ik hoop dat dit potje dan ook gaat gebeuren. Want tot nu toe heb ik nog niet extreem veel luck. Zoals ik in die video toen had, zeg maar. Oké, let's go. Gewoon meteen uitspringen.
Ik ga naar dat... Oh ja, ik kan wel wijzen, maar dat zien jullie natuurlijk niet. Ik ga hier naartoe, wat nu recht voor me is. Ik vind die hamster er wel baas uitzien. Hou vast, hamster, valt er niet uit. Hij vliegt ook gewoon mee. Dat... Ziek baas. Ik moet denk ik nu wel even uitvliegen. Of nog ietsjes verder. Nog ietsjes. En ik denk dat we nu goed zitten. Ik zie dat daar nog wel iemand is. Misschien achter mij ook nog wat meer. Ik heb verder geen idee. Ik heb tot nu toe wel elke keer gewoon een kill gehad. Dat is op zich wel nice. Dus ik hoop dat dat nu in ieder geval minimaal gaat lukken. Om dit potje ook in ieder geval een kill te halen. Maar waar die kerel heen is gegaan. Die hier net ook was. Ik zie trouwens boven iets liggen. Een radio. Een boombox. Ik heb echt geen idee wat dat is eigenlijk. Lol, what the fuck. Oké, dat is dit dus. What the fuck. Oké. Dus ik vraag nou, dan weet ik dat ook. Lol, dat is dus een boombox. Oh, ik wou hem pakken. Ik wou hem niet schieten. Nou, weer wat geleerd. What the fuck. Heel Fortnite loopt ermee om wat te spacen, man. What the fuck. Dit heb ik nog nooit eerder gehad. Ja, op mijn mobiel heb ik het wel eens gehad. Maar nog nooit op console. Maar we gaan eventjes omhoog bouwen. En dan ga ik proberen. Ga ik proberen. Ah, oh, dan moet je A drukken. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Dus dan moet je naar beneden springen en dan moet je vervolgens daarna A drukken. We gaan het proberen. Jump, pats. Ja, het werkt. Oké, nice. Dan ga ik nu wel ergens anders heen. Oh, dit is best wel baas eigenlijk, om eerlijk te zijn, man. Ik zit trouwens wel echt in the middle of nowhere. Oh, lol, oké. Dat kan dus ook. Dat wist ik niet eens. We gaan wel eventjes die zipline gebruiken en dan gaan we die andere kant op. Ja, ik zie daar trouwens ook iemand. Ik kan hem alleen niet killen, want ik heb geen wapen voor afstand. Zou die me al hebben gezien? En volgens mij heeft diegene me nog niet gezien. Hij rent in ieder geval daar nu over die heuvel heen. Als we het nou zo doen... Ja, nu doet hij het weer een beetje. Maar wat een lek, jongen. Is die kerel hier nog? Wat is dit? Dit is echt heel lijp. En ik kan ook totaal niet hoog springen. Maar ergens hier moet die kerel nog zijn. Ik heb alleen geen idee waar die is. Ik ga eventjes hierheen. Zal die hier binnen zitten? Ja, hier is die. Ah, wat? Oh, ik dacht die heb ik wel. What the fuck? Ik heb hem gewoon twee keer gered met de pump en ik had hem niet eens gekild. Maar oh, dit was echt een heel frustrerend potje, want Fortnite lekte niet normaal hard. Dit heb ik bijna nog nooit meegemaakt. Maar dit is wel echt een beetje zuur dat ik dan op deze manier dood ga. Ik had die kill gewoon twee keer gered met de pump van redelijk dichtbij. Ik dacht, nou, dat moet wel genoeg zijn. Maar had waarschijnlijk flink wat shield, want anders had hij het natuurlijk nooit overleefd. Maar ik vind het best geweest. Het is echt fucked up dat het dan zo moet eindigen. Ik denk dat ik niet meer gewoon squats moet doen. Dat is niet mijn ding. Ik denk dat ik gewoon moet blijven oefenen in solo voordat ik überhaupt dit soort dingen ga doen. Maar ik dacht, het is wel gewoon lachen. Gewoon een keertje een noob zien strijden in solo in squats. Ik heb het geprobeerd, absoluut niet gelukt. Maar in de volgende video ga ik gewoon weer strijden in solo. Dus dan gaan we dan kijken of ik weer een keer een victory kan halen. Want ik was ooit de volgende video zo dichtbij. Maar dan bedank jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mijn één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, zie jullie later basis. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!